Als ik geen boer zou zijn, zou ik verloskundige worden. Knip dat er maar uit, hoor. Mijn naam is Brandt-Jan de Haan. Ik ben melkveehouder in Hemmerik. Samen met mijn vrouw, Geer de Vries, zit ik in maatschap. We doen het eigenlijk met z'n allen hier. De meiden die helpen waar nodig ook mee. Wij zijn in 2015, toen de quotering is afgeschaft, 3 keer daags gaan melken. Daarbij hebben we de avondmelkingen altijd uitbesteed aan jongens van AB. En dat is altijd prima gegaan. Alleen het was altijd wel zo natuurlijk met het Veenhoopfestival, de Zwarte Cross en de kerstdagen. Dat waren altijd de lastigste dagen om in te vullen. Nou, en dat verhaal van die melkstal, de capaciteit prima, maar de onderhoudskosten werden steeds groter. En dat de koeien er eigenlijk niet goed meer in pasten. Nou, en toen kwam ook nog een keer de boekhouder die zei van, nou, zou je niet eens over robots nadenken? Nou ja, dat was voor mij toen op dat moment iets vloeken in de kerk, maar... Nou ja, dan ga je er eens over nadenken en denk van ja, ik word ook ouder en we willen eigenlijk nog 10 jaar door. Dus toen hebben wij gekozen voor robot. Onze messchuif, die was eigenlijk versleten, dus daar moesten we ook wat aan doen. En toen wist ik dat Lely de collector had, dus ja, dan ga je een optelsom maken van nou, als ik die er nou ook bij doe en dan ook nog de Juno erbij, dan heb je een totaal plaatje bij Lely. Dat was een reden om voor Lely te kiezen, maar vooral ook de manier van wat betreft de A5, het aansluiten daarvan. Dat hebben we ook met andere robots bekeken en wij vonden de manier van aansluiten bij de A5 wel zo mooi dat wij zeiden van nou, wij kiezen voor de A5. De grootste verandering die de A5 bracht toen we daarmee begonnen te melken was het feit dat ik sowieso 1,5 uur later 's morgens kon opstaan. En het leren loslaten van dat die machine zijn werk wel doet. Hij doet het gewoon. Ja. En in het begin was het, dan had je de telefoon bij je. En die hield je dan constant in de gaten. Maar ik merk nu al steeds vaker dat ik hem niet altijd bij me heb. Dat ik wel zoveel vertrouwen in de machine heb dat hij het gewoon doet. Ik zou de astronaut zeker aanbevelen aan collega's, omdat ik het een hele betrouwbare en fijne machine vindt om mee te werken. Ik ben Annelies de Haan, ik ben 21 jaar. Ik studeer momenteel pedagogische wetenschappen. Ik woon niet op kamers, want ik ben hartstikke vaak thuis te vinden achter aan het werk, waar ik het geweldig vind om mijn ouders te helpen op dit bedrijf. Ik ben Bens Britte Haan, ik woon in Hemmerik, ik ben 18 jaar en ik studeer Creative Business aan de NL Stende in Leeuwarden. Ik help af en toe op de boerderij, ik help mijn vader een beetje waar dat nodig is en ja, de rest een beetje helpen met ondersteunen. Nou ja, het vertrouwen in de machine was best wel prima, hartstikke goed zelfs. Zo goed dat wij in februari besloten dat wij zeiden van nou, we kunnen wel, we proberen een weekendje weg te gaan. En mijn beide dochters die hebben dat weekend zeg maar de hele boerderij verzorgd. Toen mijn ouders een weekend weg waren, moesten mijn zus en ik de robots en alles overnemen. Nou, we hadden de robots in principe net en mijn ouders waren al heel lang niet weg geweest met z'n tweeën. Dus ja, toen de robots er kwamen was dat natuurlijk de kans voor hun om toch ook nog een keer een weekendje weg te gaan. Dus dat hebben mijn zusje en ik het hele weekend de boerderij in principe overgenomen. Boer heeft wel iemand anders gedaan, maar de robot en alles, ja, dat hebben wij met z'n tweeën gedaan en dat ging ja, hartstikke makkelijk in principe. En dat was zonder de robots was het anders niet gelukt. Ja, zo simpel is het. Dat kan dankzij de melkrobots en dat hebben ze prima gedaan. Je kan dan natuurlijk met de telefoon altijd op afstand nog meekijken, maar het feit dat ze het hebben gedaan, dat is natuurlijk met dank aan de A5.